what up, Ten Sin. Je zegt al AKA van Rotterdam, Sin City. Maar je hebt zelf ook een aantal AKA's. Yup. onder andere de fysieke. Wat hebben we nog meer? De man met de S op mijn borst. Dieks, voor die mensen die me al jarenlang kennen. Sinds kleins af aan. Wat hebben we nog meer? We hebben... Even kijken man, ik doe wat ik wil. Want ik ben niet moeilijk of zo. Maar het is gewoon van... Hey toch, als ik iets wil, dan ga ik er echt voor, weet je. En dan doe ik ook wat ik wil. En het zijn de meeste AK's. Krooswijk's finest natuurlijk. Want ik vind mezelf op dit moment nummer 1 in Krooswijk. Hey toch. Het is geen ego-trip of zo daar niet van, maar... Zo zie ik mezelf. Dat zijn de meeste AK's die ik gebruik. Lopen er nog meer rond in Krooswijk? Nou, Krooswijk heb je natuurlijk Iron Click. My Click Chosen Ones, My Click. CCU, Crack Commando Unit, My Click. Wat heb je nog meer? Je hebt Sin, Strength in Numbers. Je hebt Royal Temple, heb je. Je hebt Rated R, heb je begrepen. Je hebt Platinum van de Hitterspitters. Ik heb Duvel, komt er vandaan. Wat heb je nog meer, man? Noah G represent Kroos natuurlijk. Ja, ga zo maar door, man. En je hebt die boys van Third Degree, Dread en zo, heb je ook van Kroos. Ik heb echt een doel voor jou om... Krooswijk... Ja, tuurlijk. Ja, toch altijd lekker als je eigen buurt naar voren kan brengen, weet je. Betere zaak is er niet, volgens mij. En je noemde net een aantal crews op waar je ook zelf inzet. Ja. In zit. Het ging nogal snel. Misschien kan je per crew even toelichten van... Nou, Iron Click en Chosen Ones. Ja, die kennen jullie volgens mij al wel. Dat zijn die boys, Bloodspill en Stealth en Warface, Sacrifice en al die boys... Het is mijn crew, weet je, sinds jongs af aan. Sinds basisschooltijden eigenlijk. Dan heb je nog Keist en Manic. Het zijn ook mijn boys. Boys van Weter, wonen allemaal bij elkaar in de buurt. Weter, zijn met elkaar opgegroeid. Wat is het verschil tussen Chosen Ones en Iron Click? Nou, weet je wat het is? Mensen halen het vaak door elkaar, weet je. Ik zie het zo. Chosen Ones moet je zien als, laten we zeggen, als een platenlabel. Iron Click is een tak van. Begrijp je wat ik bedoel? Net zo hoe je hebt van, je hebt Rockefeller en dat je de Diplomats. Nee, je hebt Chosen Ones, je hebt Iron Click. Dan heb je natuurlijk weer Sinde onder de deur. En dan heb je nog Black Rice, heb je dan nog. En je hebt nog een paar andere mannetjes, weet je. Dat bedoel ik, weet je, zo bedoel ik het mee met Ice en CEO. En volgens mij die boys ook. Dus mensen halen dat vaak door elkaar van, weet je, van hé, wat is dit en wat is dat? Maar zo zit het in elkaar natuurlijk. De manier van hoe Sin spit, het draai ik hem om, geef ik MC tips. Kom niet met bloed aanlopen in je eigen crib. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je geen echte hip-hop cat bent, houd je smoel. Afgelopen, binnenkort de Sin City album kopen. Sin is ziek en ik ben gruwelijk. Ik doe zieke dingen. Dat is je vader op je moeders huwelijk. Wat ik spit nu is gewoon een freestyle. MC's zitten achter hun PC's, het hele boek wel. Begrijp me niet verkeerd, ik heb alleen mijn lesje vaker geleerd. Spit alleen als je er echt goed zin in hebt. Zo niet, moet je niet gaan hiphoppen, maar wordt er getoestept. Je wordt gestept, gebackstept. De boys in je eigen klik, ik weet hoe het zit. Maar ja, daarom spit ik ook op een manier. Jullie niet snappen. Ik ben een MC met een mic in de hand. Ik geef raken klappen. Bitches vallen me lastig. Maar maakt niet uit. Sin is een echte werker, net zoals Dirk Kuyt. Aan battles meegenomen? Ja man. Wat kan je daar over vertellen? Mijn allereerste battle was tegen Libo van Fata Morgana. Was bij Gitana mijn woord 2004 van zijn Breda. Ik weet niet wat me overkwam die dag, maar het was dope. Ik had hem ook gewonnen trouwens, daar niet van. Maar... Terecht gewonnen? Ja, het was een kleine nek aan nek race, man. Want hij is een dope gast. Echt serieus. Ja, maar ik hoorde van mensen van, hey, toch had veel meegemaakt. En hij was al lang busy in de game. En klopt, dit ja. En dat en zo. Maar, hey, toch, zo kan hij een stukje ervaring voor mij, weet je. En ik vond het wel dope. Ik vond het wel lekker gaan. Verder nog een connect met hem? Nee, man. Ik heb hem ook niet meer. Ik had hem één keer nog gezien op de box, was het. Met zijn klik, ja. Maar voor de rest heb ik niks meer van hem gehoord of zo. Ik heb tegen Quiz gebattled. En, ja... Eén keer was in Gorinchem, toen ik in de finale van hem, dat hij terecht gewonnen. Eén keer was de hele voetsluis, toen heeft hij me gelazerd. Maar ja, maakt niet uit, we zijn al goed, weet je, hij is mijn mannetje. Met Noah G battle ik wel eens af en toe. En ga zomaar door, man. Maar hoe zie je jezelf? Zie je jezelf toch meer als tekstschrijver of echt meer als battlecat? Allebei een beetje. Met tekstschrijven, ik ben wel goed in tekstschrijven of zo. Weet je, nu moeten jullie niet gaan denken dat ik hoge dunk van mezelf heb of zo. Maar met de eter, ik kan snel wel wat verzinnen of een concept of zo. En dan kan ik er pagina's over schrijven en zo. Met Battlecat
Hey, toch, ja, kom maar. Hey, toch, als, ik zie het zo met battles. Als ik battle, ben ik gewoon het freestylen. Hey, toch, kom niet met scheve shit en dit en dat en zo'n zus. Ik ben gewoon het freestylen. En dan, ja, ik kan het wel weten, maar het kan altijd beter. Hey, toch, dat bedoel ik ermee. Maar ik ben geen echte battle cat of zo. Hey, toch, niet dat ik echt nadrukkelijk mee bezig ben. Hey, toch, die echte battle cats waren... Die waren te moeilijk, man, van de tijd, man. Dan praat ik echt over boys als Excellent of zo. Heet toch, Quiz nu op dit moment. Heet toch, dat zijn voor mij die echte battle cats. Noah G is een battle cat. Heet toch, hem zou je overal zien, een mic pakken. En hij kan je gewoon, heet toch, openlijk dissen. Zodat je, weet toch, zodat hij wil dat je komt. En dan, dat zijn battle cats voor mij, man. Je debuutalbum komt eraan. Yeah. 2000 Sin, welkom in Sin City. Ja, man. Ik ben er druk mee bezig. Ik hoop dat die moeilijk gaat worden. Ik hoop het echt. Zullen zien wat ervan gaat worden. Heet, ik hoop dat mensen hem zullen, dat mensen het zullen diggen. Want het is echte hip-hop, weet je. Het is geen flauwekul of zo. En ik ben niet down met dat, geen urban gedoe. Het is echte hip-hop. Veel gasoptredens. Maar ja, komen ook nog 2 clips aan. 3 clips zelfs. Eentje is al geschoten, 2 wordt er nog geschoten. Wat nog meer? EP komt eraan. Niet mixtape EP, heet toch, het begin van het einde. Op gebruikte beats, heet toch, gewoon even mijn ding doen. Gewoon gratis uitdelen aan mensen, zodat ze kunnen horen wie, wat, heet toch, waarom, wanneer. Maar die 2000 Sin moet het worden, man. Het zijn boys van I & Click en Chose van zullen erin zitten. Marv de Ritselaar van PVDA komt erin. Ja, PVDA zelf zou ik er ook wel in willen. Ik was ook bezig met Heineken en Vijs van Straatsoldaten. Boys dik ik ook. Even kijken, wie nog met Jay Spine zit erin, Quiz zit erin. Jeff van Psychopratische Woordenaars zit erin. Ja, Zeeland, jongen. Jarenlang ging deze game nergens heen, net als Ronaldinho voetballen zonder rechterbeen. Ik kreeg slaaf van die gasten. Als ik de zoon van Hitler was, had ik jullie laten vergassen. Zin is in deze game als Malcolm van Basten. De meesten proberen wel, maar ze komen niet aan mijn klasse. Kom in de game om onrust te stichten. Zin in je woonkamer 9.1 op de schaal van Richter. Wie is hier gestrapt? Doe me lang, je wordt gebitchlapt. Clip wordt geladen, Rotterdam komt binnen. Van A en Klik tot 5 O's, van Dutch Conspiracy tot hij winnen. Ik loop met de S op mijn borst. Iedereen weet sinds een eenmansvorst. Rotterdamse formatie, we claimen je naast met deze revolutie. Wat zullen de hoofdthema's worden van het album? Hoofdthema's is echt underground. Maar je toch, gewoon laten zien wie ik ben. Weet wat ik kom doen, wat mijn doel is. In die track ook van me, die 2000 Sin heb ik ook van, ik heb lang genoeg gewacht, thuis zit op de bank, kijk hoe de scene wordt verkracht. Weet toch, het zijn dingen dat ik naar voren haal en weet toch dat ik kom. Weet toch, laat zien wat mijn doel is in deze maatschappij, de hiphop maatschappij, de nederhop. Trouwens, bijna flop geworden daar niet van, maar... Het zijn mijn thema's, man. Maar gewoon, ik doe wat ik wil. Het wordt ook vooral schoppen tegen Urban, of niet? Er worden mensen aangepakt in die album, ja. Ik ga geen namen noemen, het is gewoon een kwestie van luister. Weet toch? Wordt er vanzelf wel duidelijk. Ja, man. Weet toch, mensen die de game proberen te trucken, gewoon. Weet toch? Dat vind ik jammer. Weet toch, als je hip-hop, als je nederhop doet, als je hip-hop bent, houd ook hip-hop. Weet toch, ga niet met je urban-achtige shits doen of zo. Weet toch, dan moet je niet later nog komen en zeggen van, hé, ja, man, ik hip-hop, ik ben Nederlandstalige MC. Je bent dan geen MC. Hey, toch? Ik noem het dan geen hip-hop, ik noem het hip-flop. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ja, hey, toch? Als hun dat doof vinden, dan moeten hun dat doen, weet je. Maar voor mij ben je dan geen MC meer. Je bent een CM, circusmedewerker. Hij zal wel kritiek op me hebben van, hey, zin dit, zin dat, zin zo, zin zus. Maar ja, daar luister ik niet naar. Waarom verwacht je kritiek? Ja, kritiek is er altijd. Maakt niet uit wie je bent of wat je doet, kritiek is er altijd. Maar is er geen speciale reden waarom je kritiek verwacht? Nee, man. Ja, misschien dat ik mensen zal aanpakken of zo. Hè. Maar ja, daar luister ik niet naar. Die clips. Als we daar even afzonderlijk op ingaan. 1 clip is al geschoten. 1 clip is al geschoten. 2000 Sin. Hij is al af. Bijna af. Weet toch? Hij kan volgende maand wat je op tv gaat erop. Wat zien mensen in die clip? Ja, iets wat jullie nog nooit hebben gezien. Bijvoorbeeld het KPN-gebouw. Hier zo bij Wilhelminaplein. Rotterdam-Zuid. Stond mijn naam in het groot. Volgens mij heeft nog niemand dat ooit gedaan. Of zo. Dus, voor de rest echt meer straatclip ook, weet je. Weet toch, even, het is eigenlijk gewoon een intro voor mezelf. Weet toch, niets meer was geen echte concept achter of zo. Meer een intro voor mezelf.
En dat was het. En ja, bij het stadhuis heb geschoten. Locatie in Rotterdam nooit heb geschoten. Skyline voor Rotterdam. Ha, ja. Volgens mij heeft nog niemand die ook gehad. Dat je echt Skyline voor Rotterdam zou naar de lucht deed. Maar je hebt ingebroken bij het KPN-gebouw en aan de knopjes zitten spelen. Nee, joh. Nee, dat is allemaal via-via geregeld, man. Busy. Allemaal via-via, joh. De game is niet real. Nou ja. Je kan underground blijven. Ja, maar ja, kom je ook nergens mee tegenwoordig, man. En als je commercieel gaat, je toch, zorg gewoon dat je underground commercieel bent. Je toch, je hebt een, kijk, opgezworen, mensen zeggen ze commercieel, maar je toch, maar hun willen het niet, volgens mij dan, hè. Ik zeg niet dat het zo is, maar hun willen het niet, maar je toch, die boys zijn gewoon underground, voor mij althans, en dat vind ik dope. Je toch, hun blijven gewoon hun underground shit droppen, je toch, op de nationale televisie en shit, en dat vind ik dope, je toch, die boys blijven hunzelf. Veel props, veel lof daarvoor.